We staan hier in het centrum van Blesgesgraaf, waar achter ons heel hard gewerkt wordt aan Huize Graveland. En waarom staan wij hier en waarom gaan we hier nou op bezoek met Kees van Strij? Omdat dit voor ons nou echt een voorbeeld is van out-of-the-box denken. Een oud gemeentehuis wordt helemaal totaal gestript en verbouwd tot een wooncomplex voor oudere mensen die, ja, die zorg nodig hebben. Daar zijn we als SGP voor en daarom gaan we hier vandaag een kijkje nemen. Ja, het idee is ontstaan vanuit ons, zeg maar, dat de zorg in Nederland, vind ik zelf, dat we echt achteruit gegaan zijn wat betreft de ouderenzorg, hoe we de zorg verlenen. Ik ben onderzoek gaan doen in de grote regionale zorginstellingen van ja, wat gaat er nou eigenlijk mis, waarom hebben wij soms maar 1 of 2 verzorgenden aan het bed op 19, 20 bewoners. En toen kwam ik wel achter dat er heel veel managementlagen zijn in de zorg. En toen kwam eigenlijk die roeping om zelf zorgondernemer te worden. En daarin ook het geloof dat de Heer mij daarvoor geroepen heeft om echt menswaardige zorg te leveren. Je merkt wel dat het krijgt een meer menselijk gezicht. Nu is het met zorgkantoren op afstand en zo, indicaties. Het is allemaal wel best ver weg georganiseerd van het gemeenschapsleven, zeg maar. Dat vind ik qua visie wel een mooi punt om het dichter bij de gemeenschap te brengen. Vanmiddag is de SGP-fractie te gast geweest op de Molenhoeve, een van onze zorgboerderijen in de gemeente Moland. Er zijn er heel veel van binnen de gemeente en die ondersteunen de SGP-fractie van harte. De gemeente is een belangrijke speler als het gaat over de zorg aan de kwetsbare medemens. De gemeente is op weg om een dementievriendelijke gemeente te worden. En ook vanmiddag op het werkbezoek hebben we al meegemaakt dat er ook nog wat stappen in te zetten zijn. En ook de SGP-fractie wil zich daar de komende 4 jaar van harte voor inzetten. En schijnt die zon altijd zo lekker hier? Of is dat alleen vandaag? Bijna altijd? Nou, super. Daar ga ik ook eens over nadenken of ik dan later in deze kant moet uitkomen. Ik dacht toen we die boom hier net aan het planten waren, dat is ook wel een mooie symboliek. Want aan de ene kant was het even handen uit de mouwen met elkaar. Hè, samenwerken, je moet het samen doen, ook in de gemeente met de gemeenteraadsverkiezingen. En aan de andere kant is het ook weer zo dat je beseft van ja, wil dit een mooie boom worden? Dat kunnen wij als mensen niet maken. Dat moet ook weer gezegend worden. Dus het is ook weer bid en werk. Hè? Van de zegen van de Heer is ook weer alles afhankelijk van wat we doen.